This is the true story of D-Day. Told through the memories and experiences of the people who were there. Voel hem. Ik twijfel. Ja. Kijk. Ja. Ik spring toch met parachute naar beneden. Het is dood of leven. Ik zie beneden mij een hoop schepen. Ik knop blind rond de kogel of 7. Dit is D-Day voor mij en misschien dood ik er eentje. En om me heen, daar is de rook op gestegen. Ja, plots knal ik zo met mijn hoofd op de stenen. Ik ben alleen, we zijn niet over, maar velen snelladen. Schieten, misschien zullen wij het overleven. Eerst waren we met een hoop Canadezen, maar het regent kogels, dus hoop ik op hoop van zegen. Ik ben geland en ik zie schimmen voor bewegen. Misschien mijn vrienden wel, maar risico's die kan ik nooit nemen. Ik loop wat meters met de loop van een meter. Het loopt op geen meter, velen vallen dood naar beneden. Ik ben geland, maar ik was liever dood dan leven. Ik blijf knallen, maar straks ga ik als held door het leven. Helaas heb ik weinig grip door de regen. Dus persoonlijk, deze oorlog kostte me joods om het leven. Ik kan het afronden voor mijn neven. Ik zal niet sterven door een mijne, beter kom ik er niet tegen. En als een God straf zie ik een SS'er in een stropdas. Op ze wat mijn hele magazijn leeg is een postkast. Fuck dat, alle woede die al in mijn kop zat. Ik word misselijk, ik kots over hem heen en ik storm af. Op de rest van 6 juni wordt geen mofferdag. Opgepast, de oostenwind die staat nu aan onze kant. Ik loop door met meer spanning in de klop. Het hart simpel, Berlijn, daar gooien wij mijn bommen plat. Ik zoek dekking bij de brug voor zonsondergang. De schepen spoelen zo aan, althans dat was het korpsplan. Zie je strand niet, nu loop ik erop af. Maar met elke stap die ik neem loop ik zo richting mijn graf. En voor het eerst vandaag zie ik de wereld naar de tering gaan. Onze troepen stranden voor ze één voor één de zee gaan. Ik zie een Duitser in een kelder naar beneden gaan. Ik laat mijn handgeweren zorg dat mijn vinger de trekker raakt. Achteraan loop in een soort van hinderlaag. Een groep nazi's draait zich gewoon met mijn vinger die veert de haak. Ik knal rond en ik zie hem met het leven laat. Ik kill 8 soldaten ondanks dat ik in mijn eentje sta. Yeah, ondanks dat ik in mijn eentje sta. Yeah, yeah, ondanks dat ik in mijn eentje sta. Yeah, ondanks dat ik in mijn eentje sta. Ik kill 8 soldaten ondanks dat ik in mijn eentje sta. Want er is een hele wacht. Yes, ben je verklaard dat ergens? Ja.